We houden het vandaag niet droog. Er staat zelfs een bijzonder kletsnatte middag op het programma. Een echt verregende maartdag. Regenachtig weer vandaag en dat begint al in de loop van de ochtend in Zeeland. En aan het begin van de middag is dat regengebied doorgedrongen tot in Groningen. Dat betekent dat de eerste ochtenduren op diverse plaatsen nog wel droog verlopen. Maar uiteindelijk regent het vooral vanmiddag goed door. En er kan op sommige plaatsen 15 tot 20 mm regenwater per vierkante meter vallen. Dat is zo'n 15 à 20 liter water per vierkante meter. Dus dat is toch wel behoorlijk wat. Bij dat alles vandaag temperaturen veelal rond een graad of 8. Misschien dat later vandaag in Zuid-Limburg de temperatuur nog eventjes de dubbele cijfers weet te bereiken. Niet al te veel wind. Later op de dag steekt er een west- of noordwestenwind op aan zee. En die wordt ook vrij krachtig, misschien wel even krachtig. En ook in Limburg en misschien wel zelfs Noord-Limburg en de Achterhoek kunnen zo aan het einde van de middag of het begin van de avond even een paar forse windstoten optreden. Maar verder is het dus wat wind betreft in ieder geval een vrij rustige dag. De komende dagen blijft die wind ook over het algemeen wel gedijst. Een matige wind met voorkeur om uit het zuiden te waaien. Maar warme lucht wordt voorlopig niet aangevoerd. De komende dagen temperaturen nog altijd een fractie onder de norm voor deze tijd van het jaar. Donderdag de meeste ruimte voor de zon in het westen van het land. In het binnenland komen morgen een paar buien tot ontwikkeling. En zelfs onweer en hagel is niet helemaal uitgesloten. De dagen daarna overheersen de droge momenten. Alhoewel, juist tijdens de paasdagen kan er ook wel weer eens een klein beetje regen vallen.